come in with us on. Ja, wat verwachten we van deze?
jaar zijn. Zullen zij hier heersen over de veld. Absoluut geen hele twijfel over. 30 jaar, dan ben je niet anders. En dan moet je weer de reis van België. 2,7 meter. Hoe sterk is deze man? De reus van België, wat kan hij vandaag? Wat is de nummer van?
Over de lijn, hè? Ja. Ja. Wow. Bijna top van mijn plakkaatje. Bijna, hè? Bijna top van mijn plakkaatje. Ja. Bijna top van mijn plakkaatje. Zo maar zeggen. Je moest wel die cup, hè? Die cup. Tussen de lijnen. En daar gaat hij. Nee, te laat. Op het stap. Jacob van Leeuwen. Jacob van Leeuwen. Go on, Stamboyne, ja. Jacob van Leeuwen. Oh man. De 4 meter, 80 meter, 5 meter. Deze mensen moeten zich kwalificeren. Om maar een grote mee te kunnen doen. Deze mensen moeten zich kwalificeren. Ik kan hem googlen. Zijn er kinderspelen op de hoogte? Ach, als je het lekker deed daarna, ja. Ja. Marco. Ja, bijna Marco. Hij moet over. Kijk eens naar de grote. Dan kan naar de 5 meter. En deze moet over de kop. Dit zijn nieuwe jongens die meedoen voor de eerste keer. En dan moet je eerst kwalificeren. Dat scheelde niet veel. Maar je hebt Marco nodig, hè? Het zijn alleen degenen die gekwalificeerd moeten worden. Hé? Het zijn alleen degenen die gekwalificeerd zijn. Ja. Onze Duitse vriend. Welkom. Duitsland kwalificeert hem. Duitsland kwalificeert hem, ja? Voor de volgende ronde, hè? En Karsten Kok, hij moet het ook kunnen, Duitse kampioen. Hij moet het ook kunnen hoor. Kwalificeert hij hem ook. Met de 4 meter keper. De 4 meter keper. Kom op. Kom aan hoor. Oh, maak je goed. Oh, makkelijke poging! Ja, let op deze man. Misschien kan hij de 5 meter ook. Misschien kan hij de 5 meter ook. Dat ziet er wel heel makkelijk uit. Hij heeft het gekwalificeerd hoor. Hij heeft het gekwalificeerd. En hebben we het nu? Hilbert Staan is de tweede poging. Duitsland is door. Twee Duitsers zijn er nog verder. En nu de Hollanders. Nu de Nederlanders nog. Drie man. Wie kwalificeert hem? Dat is zware keten. Kom maar, ja, makkelijk. Jammer. Nee, dat loopt te laat. Weer te laat. Heeft dat een poging? Hé, Jacco. Dit is de tweede poging. Kom op, power gap, man. Finale hebben we weer een
gekozen voor de deelnemers ook. Dezelfde zorgorganisatie dit woord. Marco met een dikke baard. Kom aan, hè. Rondzetten. Heerlijk, ja. Heerlijk, hoor. Kom aan, hè. Kom joh. Nee. Slip hem uit de handen. Verdoe maar die Marco. Hij is een epo van de rug, hoor. De stad van de Nederlanders in die plaats, hè. De Duitsers zijn dood. Derde en laatste poging. Dat is maar langer, man. Dat moet ik kennen, man. Ja. Derde en laatste poging. Kom maar langer. Wilbert Stam. Kom maar, Jaco. Kom maar, man. Niet eens. Kom op, hé. Kom op, hé. Kom op, jongen. Derde en laatste poging. De 4 meter. Kom op, die naar de beroemde 5 meter. Kom op. Even rustig, ja, de scheidsrechter komt er even bij. Even rustig. Het is glad en nat. Even de tijd nemen. Kom op, kom op. Goed op de pak. Nee, zegt de scheidsrechter. Nee, dat lukt niet vandaag met... Wilbert Stap. En Jacob van Lul. Ja, leg Jacob er nu uit. Nee, nou deze mogen er nog. En Jacob dan? Nee. Leg je mee? Kom op, man. En dan druk op de volle lijst. Kom op, man. Kom op, man. Nee, helaas, Jacob gelukkig ook niet. Ja, nog één man. Kom dan, in de schrijf. Marco. Kom aan, hè. Kan hij een plaats zetten? Dat kan wel. Nee, hij dit voor de eerste doet, dat zul je toch wel. Met deze boog moeten beginnen, die zal eerst ook moeten. Voor hij naar de grote kunt. Dus dat is een training. Maar dat is een hele gewicht, hoor. Ja, dat is echt een fucking gewicht, man. Kom op, hè. We zijn op die taal. Kom. Kom op. Ah, nee, vliegt uit de handen van Marco. Ja. Te glad. Jammer, man. Akkoord. De 2000 gaan door. En we doen dit onder op de eerder verleden. Misschien komen de regen. Helaas doen we dat nu al, want dit onderdeel moet niet glad zijn. Ja. Jongens, een beetje uitkijken daar, de jongens. Er wordt gegooid met een weight for distance. Dat is de jeugd. 5 meter, 5 meter! Nee! 5 meter. De 5 meter kever. En nu komt hij, hoor. Starten met het begin van een lijn, wat het is, hè. Juist, niet te ver. Oh, goed. We willen niks met de publiek, hè. Dat er wat gebeurt. Zelf horen, ja. Daar gaat hij weer. Karsten Koek, wat kan hij met de 5 meter kreeg? Gereed houden, Gorm vissen. Dus Karsten Koek kan even weer ophalen voor Gorm vissen. Wat is er Karsten Koek? Met de 5 meter kreeg. De 5 meter kreeg.
Kan hij niet over de kant rijden? Kan hij niet torsen? Nee, 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 nee. Ja, draai pogingen. Drie keer mag informeren. Gorg Visser. Wie kan deze gele kosten hier in het natte veld? Maar droom moet ook nog meteen. Ja, 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 ja. Dus geen klachten kunnen we hebben. Het regent nog steeds niet, dus het gaat heel goed. De rest maakt het niet meer uit voor ons, de onderdelen, maar de keper is even belangrijk. En de hamer. En de rest kan de regen ons niet meer leren. We gaan gewoon door. Hey, harde vissen. Rutsi. Aardig nou goed gedaan. Ja, jongen, met de slechte. Wim? Dat is 23 euro. Dat is een tweeling en twee, hè? Arnold Wasserbali, zijn eerste volging bij de 5 meter keten. 5 meter. Een voorstander over de MDH. Misschien wel een tossing te keten. En wat kan alles doen? Wat kan alles doen? Oh, de scheidsrechter moet uitdraaien. Denk wat publiek krijgt. Denk wat publiek krijgt. De scheidsrechter moet het in de gaten houden. En laten we het niet loslaten. Denk op het publiek raak. Maar dat is waar in tempo. Is tempo, is tempo? Nee. Doe dat niet. Nou, praat niet met de moeder. Had ik dat lekker niet. Ah, dat is groot. Maar je schat dan bent voor bed, maar. Hoor je niet vijf in bed? Het is van de pas. Ja. Maar klaar zijn. Ja. Ik heb een beetje gedreven. Als je een Loch Ness gooit, geen mens denk ik al. Ja, dat moet je niet. Ja, dat doet. Ja! We moeten er een IDF nog wel eens aan zitten. Ik heb er nodig van. En het gele inknippert weer. Ja, dat is groot. Het gele inknippert weer. En dat is die volgschreef. Ja, dat staat die achter. Ja, dat is weer. Pak er weer. Dirk Brood. Hij heeft hem onder controle. Dirk Brood. Dirk Brood! Op bij de kaf. Het kaf gedaan. Deze jongens zijn zo sterk. Deze jongens zijn zo sterk. Oh, lololololol. En nu Tommy de Bruin, de reus van België. 2 meter 7,7. Nou. Tommy de Bruin. Voor het huis 12 uur, dan kan hij heel veel beter in het klassement. Waarom kan hij naar veel beter? Nee, Tommy de Bruin vliegt dat af. Kan gebeuren. Het veld is naast, ja. Gelukkig gebreven het niet, dus we kunnen dit onderdeel toch goed doen. Maar ik vind het heel bidaal, heel onduidelijk. Ja, hij is ook. Hij komt in de buurt.
heel dichtbij. Oeh. Dat kan ik 1 minuut filmen. Moet je nog eens kijken? Ik weet niet. Scherp rozen, daar gaat hij. Maak geen verhaal, dan gaat scherp rozen. Daar gaat hij! Verbetert hij hier zijn prestatie. En dan komen de scheidsrechter weer. Kijk. Johannes de Wit en Miranda. Oh, heel puur betaalde scheidsrechter. Deze twee. Kijk, en dan wat heb je gebeten. En dan heb je gekeken. Kijk. Wat maken de heren hier van? En dan wordt er overleg. Kijk. Wat gebeurt hier? Hoeveel minuten? Dat is duidelijk. 7 minuten over 12. 7 minuten over 12. Hans Wolterman, houd de leiding. 7 minuten over 12. Ja, en hier moet je voor opgeleid zijn dat je dit wilt beoordelen. Het is heel erg moeilijk. Voor de scheidsrechter. En dat is Hans Wolterman. Hij maakt de paal even schoon. Wat ben je aan de strak? Kom op! Jammer, te laat. Oh, wat jammer. Dank u wel, jammer. En nu komt hij. Tommy de Bruin. Ik zal het moeten voor Tommy de Bruin. Arend van Noord neemt hier de leiding. Prachtig, met 1 minuut voor 12. Arend van Noord. Kom op, Tommy. En morgen staat Dirk, denk ik, zo te zien. Hoe ik dat denk weg. Hij lang met de hoek gedaan. Water! Hop, Tee! Tommy de Bruin, het zou prachtig zijn. Tommy de Bruin, daar gaat hij de Bruin. Kom maar, hè. Tommy de Bruin, het is geen 12 uur, het is 12 uur. Dan Tommy de Bruin zelf ook wel. Maar reken de scheidsrechter heel binnen de grens. Maar kijk, oh wat wordt hier binnen. Kijk wat wordt hier binnen gekeken. Is dit binnen de tijd? Het lijkt er wel op dat de scheidsrechter het goed wil keuren. Maar wat wordt het dan? Oh, ze twijfelen nog steeds. Hoe wordt deze gedaan? Tommy de Bruin, is dit de eerste keer dat hij kost? Nee, zegt de scheidsrechter. Hij wordt niet goed gekeurd. 89 graden, hij draaide niet over de hele evenwichtsgrens. Tommy de Bruin was dichtbij, welk bord. Maar 89 graden is onduidelijk. Terug in de competitie. En nu komt Hans Wolterman onder druk. Twee man die boven. Gaan hier de wedstrijd verliezen? Of heeft hij nog meer? Krijgt hij de 12 uur dan? We hebben nog geen 12 uur gehad. Dit is ook. Dat kan je hier wel zien. 2 minuten voor 12. Dit is Hans Wolterman de
de 12 minuten. Dat zal Hans Wolken voor de 12 minuten gooien. Oké, 2 minuten. Hans Wolken zal nu 12 minuten gooien. Precies zelfs een topwerk. Dat is een schilder kort straks. Die komt nu eruit. En jammer die er echt met een 10 meter nu nog gooien. Hoppé! Kom aan hè! Tommy de Bruin. Wat is dat, denk ik, Mech? Ja, ik wil het ook ervoor hoor. Tommy de Bruin meldt het ook ervoor. Wat gaat hier gebeuren? Tommy de Bruin ook boven in.
telt niet echt. Kom op, Toby! Ja, dat is het! 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 Dat is Ja! Oh jee! Oké. Straks komt de publiek. We gaan nu al beginnen met de wedstrijd. Want daar gaat het natuurlijk om. Wedstrijddeelnemers. Ook de jongens moeten daar blijven. Wout en Chris. Ja? Achter het publiek. Jullie zien het, vrouwen en kinderen zitten hier. Dus gooi die kant niet uit. Ze hebben wel even de tijd om te vluchten. Maar, dus verplicht hebben we er weinig voor je. Alsjeblieft. Ook onze Duitse vrienden. We hebben een hamer, 10 kilo. Zwaar hamer. Duitse record, 25 meter. Onze record, we hadden het record van vorige week Tilburg op de vorige wedstrijd was 25-48. Dus er moet nog even een paaltje. Die lijn is op 25 meter. We houden het beste record van het seizoen houden we bij. En ik dacht dat Sjerk Hoekstra, dat die nu het record voor dit jaar. Want het is een nieuwe hamer, nieuwe stok. Dus het is altijd weer. Het is alleen een nieuwe stok. De hamer is nog blij. Maar aan die prijs heb ik een nieuwe stok. Nieuwe record. Dat is niet anders. Dus 25, 47 of zo, wat er de hamer gezet. Dat is het record wat Sjerk Hoekstra op dit moment in de handen heeft. We gaan beginnen. Eerste deelnemer. Wilbert Stam. Tweede deelnemer. Jacco van Leeuwen, die kan er alvast naartoe lopen. Jacco van Leeuwen om de hamer op te halen. Wie had dat lukken met de bandjes of moet helpen? Of de jongens? Nee? Met de hamer niet, zegt hij. Nee, dat moet je zeggen. Goed zo. Wilbert Stam, zijn eerste wedstrijd. En dat zal goed komen. Maar het Nederlands kampioen staat Highland Games. 10 kilo hamer. En Wilbert Stam, ja, zijn eerste poging is gelijk een goede. Zo wordt het. Goeie start. Wilbert Stam, eerste wedstrijd, eerste poging. Moet altijd breven. En Jacob van Leeuwen, tweede deelnemer, ook zijn eerste wedstrijd. Ja? Zijn we blij mee? Eerste wedstrijd. Het Nederlands kampioen staat voor 10 kilo aan. En ook, Jacco, een goede start. Eerste poging moet goed zijn, prima. Volker Appel, Duitsland.
Ja, kijk, prachtige poging. Goed poging. Voor de trappel. Kassen toe. Ook aan de huis, ja. 3 september, zondag 3 september. Internationaal World Violent Games. Op Kersenkoek en Horst Visser kan de naam erom halen. Horst Visser. En de kleine Mosina. Wordt het niet zo buiten? Nee. Kijk, oh, een loop. Zo. Kijk eens. Oh. Duitsland. Beste prestatie. Kersenkoek. Kampioen in Duitsland. Beste plaats. Kijk, daar hebben we hem. Horst Visser. Gereed houden Arnold Wasserbali. Zo. Kersen Koek. Dicht bij Duitse record. Goed Visser. En blijf de hamer in de gaten houden. Heel lekkers, directeur. Ook het publiek, blijf in de gaten houden. Want het is een beetje nat. Maar dat Visser, kijk. Als dat publiek zat, hè? Ik zei het dan. Ja, dat moet er niet in zitten, hè? Ja, dat moet je heel snel. De publiek heeft niet meer. Ga er niet staan. En ik heb gewoon een Visser daar als die pissen. Dat stond niet te pissen. En ik hoor niet meer. Ook de deelnemers. Houd er even rekening mee, we hebben toch net erachter. Ja, leuk voor haar dan. Ja. Even ruiken, dat is wel goed. Dus hou er rekening mee. Daar hebben we Vader Slingeren hier ook. Arnold Wasserbali, Arend van Oort. Gereed houden. Arend van Oort, gereed houden. Maar eerst. Arnold Wasserbali. Arnold Wasserbali heeft een goede poging en bij de 20 meter in de buurt. We hebben een lijn op 20 meter, lijn op 30. 25 bedoel ik. Wat is? Dus voor de mensen hier. Ik even door het filmen. Het Nederlands kampioenschap Highland Games. Staan, jongens. We komen nu bij de kampers. Gewoon zo staan dat je altijd wegkomt, hè? Ja. Altijd op elkaar letten. En je ziet dat. Bruin is een paarse geel. Niet staan waar je niks weg kan. Kom je de Bruin weg? Deze man gaat weer over links, maar over rechts, moet je maar bekijken. Dan draait alles om. Dan zou hij eruit komen. Kijk. Oh, ja. Arend van Oort, hij is Duitser nu al. Heel dichtbij. En nu zijn tweede broer, Dirk van Oort. 23 jaar, een van de grootste talenten hier in Nederland, Dirk van Oort. 23 jaar, het grootste talent wat we hier momenteel hebben lopen. En daar zijn we heel blij mee. Nog niet de goede.
Kooistra. Met Friesland. Friesland, ja zeker. Het land waar heel veel goede sterke mannen wegkomen. De beste baker van Gerrit Kooistra. Kan je dat nu komen van Zerko? Ah, het geluid is echt perfect door deze man. Dankzij deze man. Ja. En de luchtbekenten zijn er niet hoor. Dus hij klinkt wel een luchtbekenten, nee. Zerko is dat. De doos, zoek maar even uit. De diep, daar tegen de linker. Daar, André. Oh, Jan, ik geloof dat ik zeg tegen de ballen. Ja, die krijg je stuk hoor, die ballen. Nee.
want hij onze Duitse kampioen. Volker Appel. Opgeleid door Manfred Meulenhout. Ook in Duitsland zijn er 16 wedstrijden. Frankrijk, Kralertje. IJsland. Ga maar door. Het Highland Games. Zeker een goede poging. Jet Burkie 3, ja, een hele verbetering hoor. En Kirsten Koek, de Duitse kampioen. Burkie 5, Kirsten Koek, de Duitse kampioen. Burkie 4. Ja, Burkie 4 staat erbij, ja, Kirsten Koek. De kampioen van Duitsland, wat kan hij nu? Kan hij in de Nederlanders dat voor in de plaatsen maken? Borkje 4 staat daar. En hij kan dus nog de Duitse kampioen met hamerslinger. Wat kan hij nu? Let op, op deze man. Kijk, kijk, kijk. Maar dan lukken die gehouden van Roesendijk. En verbeter het zelf niet. Nee, kom maar. Maar een goede poging. Ja, heel sterk veld hebben die. Zeer sterk veld. Wat? Hier dan? En dan? Arnold van der Baal hier na. Arnold van der Baal hier na, komt er even goed verloren. En dan top. Waarom is het? 145 kilo zwaar. 145 kilo. Spieren. En kan hij dat omzetten? Kan hij dat omzetten? Ik zit op dit Oud-Zijlstra, want ik heb vergeten een Oud-Zijlstra. Ooit kampioen, met kampioenen. En nu? Hartig, ja, zo kan hem weer. Kijk erover, kijk, met dit over 40 meter. Wat is het? Zo komt hij weer naar het rijden, hoor. Wat is het? Komt altijd weer terug. Komt altijd weer terug. Kijk, en nu Arno Barsema. En ook andere de Huis schiet er dan netjes gekleed uit. Ja, is vaak beter bij zijn leeftijd. Polootjes. Ja, ja, dat is beter. Kleed even beter. Draak een zinnetje. Ja, dat houdt dat ik erop, hè. Dat houdt dat ik erop. Nou, dat was Mali. Onvoorstelbaar! Ook een prima! Dit is het!
Stefan, wat is dit hier? Voor een keer in Tilburgen. Zien het op een paar centimeter en bleven we een beetje een lijntje kort en weer uit. Net verboden nu aan handel. En weet het bemoeid. Met zo'n geel schijfje. Sas. Hier in dat schermpje komt zo'n geel schijfje. Ja, hij is wel op het nemen. Keeper bij Heerenveen geweest. Nee. Nou, hij is keeper bij Heerenveen geweest. Voor Bedaan heeft hem getraind, zeggen ze net. Ik hoop wel dat hij op het nemen is, nou die aan het knipperen is. Ah, die is bezig. En Metsola van Broek. Ja, en iemand die zo lekker kan Metsola. Dat is nog een even langs. Moet je buur nemen. En dan moet het weer. Tweede volgende.